Welkom mensen, ik ben Nicolo en vandaag gaan wij cupcakes bakken. Een speciale cupcake omdat ik morgen een model show heb. Ik ga voor mijn collega's een paar cakes bakken, dus dat doen we vandaag. Ik ga beginnen met wegen. Neem een weegschaal en een kom. Voilà, zet u die aan voor de zekerheid. Oké, ik ga daarvoor gebruiken een mix voor cake. Dus die gaan we even scheppen. Dan ga ik 2 kilo daarvan nemen. Zo. Voilà, 2 kilo bloem. Bloemmix. Moeten we 600 ml van deze olie gebruiken. Gebruiken wij een maatbeker, dan is het makkelijker om te meten. Daar gaan wij in deze kneedmachine zetten. Dus hier gaan we erin gooien. Zo. Zijn we terug hier en op de zak staat dat wij ml eieren moeten gebruiken. Dus pakken we hier een maatbeker. Omdat een ei 50 gram weegt, kun je dadelijk 4 eieren doen, maar we gaan toch voor de zekerheid een maatbeker nemen. Terug. Wil je goed kunnen zien, staat 200 gram erop, dus dat is juist, hè? Doen we ook in de machine? In deze cake, voor iets speciaals te maken, ga ik een beetje amandelspijzen doen. Dus deze spijs is gemaakt van amandel dus. En een lepel vanillesuiker, dus gaat iets lekker zijn. Dat is mijn vanillesuiker. Oké. Haal ik zo'n lepeltje en doe ik erin. Oké, nu gaan we de amandelspijs halen.
Oké, nu staat onze machine klaar. Kunnen we laten kloppen. Eerst de thuis moeten brengen. Nu kunnen we de tweede zetten. En nu zetten we de derde. Ja, omdat ik een klein fout heb gemaakt, ik moest 700 gram eieren. Dus gaan we terug opnieuw eieren toevoegen, omdat het niet genoeg is. Dat kan soms gebeuren dat het geen vergis is, dus zeker opletten en niet dezelfde fout als mij doen. Oké, ondertussen ga ik mijn plaat klaarmaken. Dus een ijzeren plaat. En kunnen de vormen inzetten. En dat is dat. Oké, ik heb mijn vormen klaargemaakt. Er zitten ongeveer 60 cupcakes. Dus we gaan beginnen met vullen aan. Oké, daarvoor heb ik een bos nodig. Een bos. En dan doe ik alles in. Met mijn bos. Zelfs kunnen we die open snijden met een schaar. Goed. Dit is opgesneden en die kunnen we beginnen te vullen. Oké, nu heb ik mijn cakes gespoten. Nu kan ik ze in de oven zetten, iets in 33 minuten en daarna kunnen we die eruit halen. En lekker proeven met een koffie erbij, dat zal heel lekker zijn. Oké. Zetten we die in de oven. Dus dat is juist, kunnen we die. Oké, mensen, dat was het. Mijn koekje zit in de oven. We kunnen daarna, als het gedaan is, een lekkere koffie erbij drinken. En dat is het. Ik hoop dat jullie van genoten hebben van deze video. En op het einde van deze video bevindt zich mijn recept van deze cake. Dus zeker gebruiken voor een speciale gelegenheid. En dat is het. Ik heb gedaan voor vandaag. Zie jullie bij de volgende video. Ciao.